Het eerste wat we gaan doen is die, die z schrijven in de Euler-notatie. Dus ik krijg Rei phi tot de macht 4 is, nou de i is 1 keer Ei pi gedeeld door 2. Hey, hoe zit dat? Ik heb hier het getal i. En die hoek is 90 graden. Goed. Als ik dit ga oplossen, dan kun je ook zeggen, ja, maar wacht eens even. Hier kan ik ook plus k 2 pi van maken. Want als dat vectortje één rondje doordraait, ben ik weer op datzelfde puntje. En zou dat ook een mogelijke oplossing kunnen zijn? Nou, als we het nou zo doen, dan zeg je hier r tot de macht 4 keer ei 4 phi is 1 keer ei en dan dat hele zwikje pi gedeeld door 2 plus k 2 pi. Goed, die r en die 1, dat zijn lengtes, dus r tot de vierde is 1 en 4 keer de hoek is pi gedeeld door 2 plus k 2 pi. Nou, krijg ik hier r is 1 en de hoek is, let op, delen door 4, dus dan krijg ik 1 achtste pi plus k keer pi gedeeld door 2. En nu zie je, als ik een vierde macht heb, heb ik 4 oplossingen. Dat is dus 4 keer pi gedeeld door 2, oftewel 4 keer 90 graden, is weer die 360 graden rond. He, dus de vierde macht die hier staat, wil zeggen, er zijn 4 oplossingen. En hier zien we dus dat die oplossingen symmetrisch verdeeld zijn over 360 graden. Nou, wat ik tot nu toe heb gedaan in die tekening is, ik bepaal de eerste en dan de tweede, derde, vierde vind ik door er gewoon 90 graden bij op te tellen in dit geval. Nou, gaan we eens kijken. Hoe zit dat? Ik heb een straal van 1, dus ik kan hier het cirkeltje tekenen. Straal van 1. Waar zit nou de eerste oplossing? Dat zal deze zijn, hè? Dus ik kies k is 0. Dan krijg ik phi 1 is pi gedeeld door 8. Maar hoeveel graden is dat? Nou, gaan we kijken. Pi is 180. Pi gedeeld door 4 is hoeveel graden? 45 graden. Wat is dan pi gedeeld door 8? 22,5 graad. Hè? Dan hebben we even een idee waar die zit. Nou, als ik hem teken, dan zit hij zo'n beetje hier. Hè? Dus dit is Z1. Tot de vierde macht wil zeggen dat als ik deze 4 keer met zichzelf vermenigvuldig, zou ik bij die rode uit moeten komen. Nou, tot de vierde macht. 1 tot de macht 4 is 1, dus de lengte klopt. Deze hoek hier is pi gedeeld door 8. Als ik die met 4 vermenigvuldig, waar kom ik dan? Ja, pi gedeeld door 2. Dus 1, 2, 3, 4. Dus dit is een oplossing. Waar zit nu de volgende oplossing? Nou, dan kies ik k is 1. Dan krijg ik phi 2 is pi gedeeld door 8 plus, nou hier heb ik die k, pi gedeeld door 2. Oftewel, deze hoek plus 90 graden, als ik hem teken, zal ik zo'n beetje daar zitten, Z2. Alleen de vraag is even, hoe groot is die hoek in graden? Wie kan mij dat vertellen? Is dat niet 90 graden plus die 22,5 graad? Hoeveel is dat? 112,5 graad. Even voor het idee, dat is dus deze hoek, hè? Oké. Waar zal de derde oplossing zitten? Die zit waarschijnlijk daar, Z3. En de vierde oplossing die zit daar, Z4. Allemaal dezelfde lengte. En dat komt omdat hier het getalletje 1 staat. Hè? Dus de lengte tot de macht 4 is 1, dan is de lengte, moet dus 1 zijn.